Fotovrienden, we zijn hier in Arnhem voor de uitreiking van de Overall Award van de National Geographic Fotowedstrijd 2022. En dat was niet niks, want ik heb met de jury 2 dagen lang duizenden foto's doorgeploegd. En ja, kiezen is altijd moeilijk, maar hierachter zit de naam van de winnaar. We gaan kijken of hij thuis is. Oké, jongens, we gaan aanbellen bij Tijmen. Hij woont op 1010. Volgens mijn informatie is dat de bel rechtsonder, daar gaan we. Ja, ik heb dat ook nog nooit gedaan, hè. Ik voel me een beetje een Gaston, maar... Hallo? Dag Tijmen. Hier is Jan-Dirk van den Burg, jurylid van de National Geographic Fotowedstrijd 2022. We hebben een vrolijke mededeling voor jou. Ben jij misschien bereid om even naar beneden te komen? Zeker, ik kom eraan. Te gek! Ongelooflijk van de spanning. Oh, kom ik daar. Tijmen! mag ik jou protocolair de award overhandigen van... Ja, het Overall Award winnaarschap van de National Geographic Fotowedstrijd 22. Ja, dat betekent dat je dus niet alleen in de categorie dier hebt gewonnen, maar dat we met de hele jury eigenlijk bepaald hebben of er is 1 unanieme winnaar. Ja, en dat ben jij. Zo, dankjewel. Had ik niet verwacht. Oh, dankjewel. Ja. Ik sta helemaal te shaken. Zeg. Ja, dan kan ik nu de sportvraag stellen. Wat gaat er door je heen? Hart gaat een keer. Ja. Zal ik hem eens even aan je geven? Dan kan je een beetje, weten hoe dat voelt. Ja. Dankjewel, hij is prachtig. Ja. Hey, en dat is niet het enige, want deze is natuurlijk mooi voor op de schouw. Dit is een waardebon bij Camera Nu. Dat is een hele mooie fotowinkel, waar jij vast wel weet wat je daar kan kopen. Kijk, jouw foto wordt ook nog op een Hallmark kaart gedrukt. Mm-hmm. Zodat je echt een enorm groot publiek gaat bereiken. Kan er nog bij? Die in je andere hand? Ja, dit is hem ook. En last but not least, dat vind ik eigenlijk de mooiste prijs. Je foto komt natuurlijk volgende maand in de nieuwe editie van National Geographic. Ja, bizar. Dus echt prijs bizar. Op prijs op prijs. En dan heb ik ook nog gewoon de award voor de dierencategorie. Te veel awards om in je handen vast te houden. Dankjewel. Te gek in Tijmen. Echt bizar. Bizar. Ja. Mogen we even binnenkomen? Oh, tuurlijk, gek. Ja, dit is ook een heel mooi dakterras. Ja, zeker. Zou ik je hier gewoon wat mogen vragen tuurlijk, over? Want ik heb natuurlijk geheel verrassing, heb ik jouw foto, jouw winnende foto, ook bij me. Zo. Ja, nou ja, hier was de jury. Waaronder ik enorm van onder de indruk. Wat ons eigenlijk het meeste opviel aan die foto is gewoon de zeggingskracht van het vogeltje. Wat een soort prachtige kruising is tussen het zagerijn van Maarten van Rossum. Je ziet dat hij totaal in... En het wordt echt een karakter. Hij zit in de penerie en je ziet dat het medische eromheen. Maar het dramatische lichtval van bovenaf. En dat prachtige blauwe oogje wat zo naar rechts kijkt. Hoe heb je dit voor elkaar gekregen? Nou, het begon eigenlijk voor mij voor school om een portfolio op te bouwen. En ik kwam bij Avalare terecht. Het is eigenlijk een wild sanctuary die dus wilde dieren opvangt. Die gewond zijn geraakt door het toedoen van de mens. Heel vaak is het niet de bedoeling van de mens om het dier gewond te raken. Maar is het gewoon de onwetendheid. Ja. En met deze serie, dat nog een lopend project is, wil ik mensen bewust maken van wat ze nou kunnen doen. En wat het probleem is om ervoor te zorgen dat wilde dieren in eerste instantie niet eens gewond raken. Toen je de foto maakte, dacht jij toen meteen van wow, ik ben iets bijzonders aan het fotograferen? Zelf als fotograaf wil je wel gewoon dat je een foto maakt en dat je dan echt heel trots en blij mee bent zelf al. En dat het gewoon een hele goede toevoeging wordt voor het verhaal dat je wil vertellen. Ja. En dat had ik wel meteen toen ik de foto had. Ja. Ja. Ja, we staan hier natuurlijk naast een hele trotse overall winnaar. Maar we hebben nog meer winnaars. Dus als jij wil weten of jij misschien gewonnen hebt in de categorie landschap of mens. En we hebben ook nog een publieksprijs. Ga dan zo snel mogelijk naar netgeo.nl.